Hoi, mijn naam is Irene Langeveld en de meditatie die we zo meteen gaan doen is bedoeld om je te helpen om je eigen centrum, je eigen rust te vinden in het licht van alles wat er om je heen en in de wereld gebeurt. Als je heel gevoelig bent, dan kan dat wat er met anderen gebeurt jou heel diep raken. Wat je op het nieuws hoort, wat je hoort van bekenden. En dat kan je als het ware uit je eigen centrum en uit je eigen rust halen. En vaak is er ook een heel diep gevoel van empathie voor anderen. Bijna het meelijden, letterlijk, met anderen. En wat ik je wil vragen in deze meditatie is om de meditatie mee te volgen. En die gaat je helpen om niet zozeer mee te lijden, maar in plaats daarvan juist jouw rust en jouw licht en jouw energie uit te stralen. En als we dat doen, dan kunnen we op collectief niveau die collectieve energie wat kalmeren. En je zult misschien tijdens deze meditatie de wind horen ruisen, want het waait heel hard hier buiten en het slaat soms tegen de ramen. En eigenlijk vond ik dat wel een mooie metafoor, want dit is eigenlijk een meditatie om in het oog van de storm te zijn. Dus mocht je achtergrondgeluiden horen, dan is dat puur een uitnodiging om dat gewoon te laten zijn. En gewoon in je eigen kern, je eigen rust, je eigen stilte te zakken. Nou, dan wil ik je vragen om lekker te gaan zitten. Het jezelf gemakkelijk te maken. En rustig je ogen te sluiten. En dan beginnen we altijd door een paar keer lekker diep adem te halen. En dan mag je als het ware op je ademhaling naar binnen gaan, je lichaam in. En mag je van binnenuit je ademhaling voelen, terwijl die in en uit je lichaam stroomt. En kijk maar of je die golf van die ademhaling kunt observeren, of je daarbij aanwezig kunt zijn. En dan mag je net doen alsof je ademhaalt helemaal naar je voeten toe. Alsof je met je hele lichaam inademt. En dan op je uitademing mag je heel eenvoudig je gronding laten ontstaan. Een stevige verbinding met de aarde. En als je wilt, kun je heel bewust de ervaringen, de emoties van de dag via je gronding de aarde in laten stromen. En je kunt je gewoon voorstellen dat dat letterlijk van je afglijdt. Zodat je helemaal hier en nu aanwezig kunt zijn. En kijk of je zo in je eigen rust kunt zakken. Sta je lichaam toe om zich te ontspannen. En observeer wat je voelt in je lichaam. Observeer je gedachten, je emoties. Observeer wat er in jou aanwezig is op dit moment. Zonder oordeel. Alles mag er zijn. En dan ga ik je vragen om een pilaar van licht te vormen. En wat je je mag voorstellen is dat er van bovenaf een heel helder licht naar beneden komt. En dat licht, dat komt naar beneden en dat vult je lichaam, maar het wordt ook als een soort van kokon om je heen gezet.
En dan gaat het de aarde in. Dus terwijl dat licht, die pilaar van licht naar beneden komt, word je daar helemaal door omringd. En het is niet zozeer dat je een soort van glazen stolp om je heen hebt, met een hele sterke energetische grens. Het is meer een heel helder licht dat vanuit de kern naar buiten toe ook weer uitstraalt. En je kunt je voorstellen dat er niet eens, dat je niet eens het einde kunt zien aan de boven- en de onderkant. Maar dat het je heel stevig verankert in jezelf, in je lichaam, op de aarde. En je helpt om dat los te laten wat niet van jou is. En dan mag je met je aandacht naar je hart gaan. Mag je verbinding maken met jouw hartenergie en de liefde en compassie die je in je hart draagt. En kijk dan eerst of je dat kunt voelen in je eigen lichaam. Of je het als het ware door je lichaam kunt verspreiden. Die energie, dat gevoel, die zachtheid. Het begrip, het weten. De compassie en de liefde. En dan mag je, als dat lukt, nog een laag dieper zakken in je eigen rust, in je eigen stilte. De plek waar jij weet dat alles oké is. Dat alles een reden heeft. En een hoger doel. En straal dan dat weten en die rust uit naar buiten toe. Vanuit je kern, vanuit jouw hart naar buiten toe. Heel stevig verbonden met jezelf en met de aarde. En zie die rust en die kalmte als het ware verspreiden over de aarde. Al die mensen die dit energetisch werk doen, op wat voor manier dan ook. Er zijn heel veel mensen die op dit moment het licht vasthouden. Die weigeren om in de angst te gaan zitten. En die in plaats daarvan verbinden met hun licht, hun rust, hun weten. En dat uitstralen naar buiten toe. En als je dan deze oefening doet, dan verbind je eigenlijk met al die mensen die dat op hun manier ook doen. Vorm je als het ware een netwerk van licht. Van begrip, van compassie, van weten.
kun je ook putten uit de kracht die dat genereert. En weten dat je niet alleen bent. En elke keer dat je merkt dat je wordt meegesleurd in dat wat er gebeurt in de wereld of om je heen, kun je weer terugkomen naar je eigen centrum, je eigen rust, je eigen hogere weten. Het is altijd aanwezig. En je kunt daarop afstemmen als je daarvoor kiest en daar de tijd voor neemt. Dan wil ik je vragen om nog een keer diep adem te halen. En heel rustig terug te komen uit de meditatie. Je bewust te worden van de ruimte waarin je je bevindt. Je bewust te worden van je lichaam op de stoel of waar je ook maar zit. En te voelen hoe jij het middelpunt bent van jouw energie. Stevig gecentreerd in je kern en in je hartenergie. Haal dan nog een keer diep adem. En open rustig je ogen. En dan kun je dit gevoel meenemen de rest van je dag in. En je kunt deze oefening doen zo vaak als je maar wilt. Alleen of met de geleide meditatie. Of je eigen manier volgen om in jouw rust en jouw stilte te komen. En daar heeft iedereen profijt van. Dank je wel en tot een volgende keer.